tijd geleden voor de gebrekkige opvang van de overlevenden van de Jodenvervolging na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is ook de Nederlandse Zigeunerbevolking op zoek naar rechtsherstel. En dat kwam ook eind vorige week. Over de hoogte van de schadevergoeding is nog niets bekend, maar dat was ook niet het allerbelangrijkste. Een van de bekendste zigeuners in Nederland, orkestleider Tata Mirando, is opgelucht. Toch verwacht hij nog steeds een publiek gebaar van premier Kok. Adolf Hitler, ik hoor hem nog steeds praten voor de radio, nieuwsberichten. De zigeuners, die Roma's en die Joden is het gelbe gevaar. Die moesten we ausrotten. Dan hebben we de ganze wereld gewonnen. Ach ja, de meeste zien diese Roma's, die ergens, die hebben dat weggestopt. Maar nu dat ze nou toch mee bezig zijn, ja, dan komt toch alles voor de dag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden tussen de 500.000 en 1 miljoen zigeuners vermoord door de nazi's. De ongeveer 450 in Nederland wonende zigeunergezinnen ontkomen ook niet aan vervolging. In 5 jaar tijd worden ruim 2000 Nederlandse Sinti's en Roma's het slachtoffer van de Holocaust. Sinds het excuus van premier Kok aan de Joodse overlevenden treedt nu de zigeunergemeenschap nadrukkelijk uit de schaduw. Want net als de Joden werd ook zij na de oorlog aan het lot overgelaten. Totaal en totaal niets. Onder de blote hemel stond je. En dan kon je ook slapen. En dan wouden we naar dat kampje toe gaan, naar dieren. Dan wouden we weer terugkomen. Dat was de vaste staanplaats van alle oma's en Sinti's die daar kwamen terug van het concentratiekamp. Er is totaal niemand geweest van in die tijd van de Rode Kruis of zeg maar van de regering of wie dan ook, of Jan, Piet of Geest, die hadden gezegd, nou wij, jullie worden lekker opgevangen, jullie krijgen van dit, jullie krijgen van dat. We weten dat hier veel wagens stonden, jullie hadden paarden en s'avonds maakten jullie muziek, een grote kampvuur. Nou ken ik niet meer, er was niemand. Die enkele mensen die bij de kamp woonden, die huizen die daar nog stonden, die kwamen af en toe wat brengen om te eten. En een paar dekens en wat ze nog hadden, wat ze konden missen. Maar verder? Nee hoor. Sorry hoor. Spijt aan de toe van de kei. Maar spijt aan de toe van de pasmandekate. Genoegdoening. Dat is wat Tata Mirando eist, net als de rest van de zigeunergemeenschap in Nederland. Voor de roof van de bezittingen, voor de gebrekkige opvang. Zeker nu de Joodse nabestaanden een herstelbetaling van 250 miljoen in het vooruitzicht is gesteld. Namens de landelijke Sinti-organisatie onderhandelt Lala Wijs hierover. Afgelopen donderdag besprak ze de situatie met premier Kok en de ministers Zalm en Borst. En ze kreeg de erkenning die ze zocht. En dan gaan we ervoor. Nou is het zover. Hoe is het mogelijk dat ze nou pas wakker worden? Hoeveel ministers heb je al in die tijd gehad voor Kok? En dan worden ze pas wakker. Is waar of niet? Ja. Je wil niemand beledigen. Ja, het is beter. Je wil over niemand weer slecht praten. Maar wat waar is, is als je zoiets leest, word je weer emotioneel. Komt weer alles hier terug. Kun je niet van je woord afkomen. Ik denk met name dat het zo totaal misgegaan is na de oorlog. Wat betreft de Sinti en de Roma. Is omdat ze voor de andere vervolgden ook niet de oplossing hadden. En onze mensen niet gewend zijn om te schreeuwen en op de barricade te gaan staan. Dat is onze aard niet. Binnen onze cultuur geldt het geschreven woord niet. Dat heeft geen waarde. Het uitgesproken woord. Onze taal wordt ook niet geschreven. Onze taal wordt mondelings overgebracht. En dat zijn toch twee culturen die met elkaar verder moeten. Ja, en daarom is die erkenning in het gesproken woord van gisteren ook zo belangrijk. Ja, veel belangrijker dan als het op papier had gestaan. Eerst door mij lopen in de stoet.
Doch Bamberg, ja, zou we nou gaan of niet? Ik ben toen meegelopen, dat was heel vroeg. Nou, minister Kok die liep vooraan. Met een klotje op. En de Jiddische mensen. Bosje bloemen in de hand. Legde hem neer. Zei niks, deed niks. Draaide zich om, was weg. Waarom nog geen in die linkerhand? Hij heeft toch twee handen. En hij heeft toch twee helften van hersenen heeft hij. Waarom nog niet in deze kant een stukje in de vorm van een viool? Of van een gitaar? En dat neerleggen. Hij hoeft er helemaal niks bij te zeggen. Dan weten wij al dat het voor de Sintjes en voor de Roma's is. Waarom niet? Ik hoop volgende jaar, als het nog eens zo'n bijeenkomst is van de Auschwitz-comité in de Rai, dan hoop ik, zo waar is mijn God almachtig, dat minister Kok eens een keer een hoed opzet van een grote zigeuner, een hele beroemde zigeuner, en dat hij dan een stuk in de vorm van een viool neerlegt.